Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is bezig met het reguleren van de sector basisgoederen. Minister Reshma Kuldeep Singh zei gisteren voor aanvang van de raadsvergadering dat wanneer consumenten een winkel binnenstappen, zij een duidelijk beeld moeten hebben van welke producten behoren tot basisgoederen. En dat is iets van orde brengen. Weet u, het is als je in een supermarkt gaat en alles is los vast, zeker de basisgoederen, dan heb je ook als ECD veel meer tijd te verliezen. Je moet veel meer controle doen, maar ook is er geen overzicht voor het volk, voor de consument. En dat willen we gaan reguleren. We willen alles bij elkaar hebben en dat er boven staat basisgoederen, dat wij binnenkomen als ECD ook en dat ECD ziet van hier zijn alle basisgoederen, ik heb nu die hele winkel ondersteboven te halen. Dat is een van de dingen dat wij willen gaan doen. Een ander ding is dat alle prijzen op de goederen moeten zijn. En als we zijn nog niet klaar met gesprekken. We gaan nog met de importeurs praten. We hebben nog één vereniging met wie we moeten praten. Dat is nog de volledige Chinese vereniging met wie wij moeten praten. De bewindsvrouw benadrukt dat transparantie bij haar hoog in het vaandel staat. De gemeenschap zal ten alle tijde worden geïnformeerd over de acties van voornamelijk de Economische Controledienst. U gaat ten alle tijde alle beslagnames, alles wat we in beslag hebben genomen, gaan we zien. U heeft gezien, gisteren hebben we de olie die we in beslag hebben genomen, hebben gedoneerd aan kindertehuizen en aan bejaardentehuizen. Dat gaan we blijven doen. We hebben sigaretten gisteren vernietigd. Ik zag heel veel op social media waarom we die sigaretten ook niet doneren. Wij gaan het niet stimuleren. Maar het zijn ook meestal namaakdingen. Je gaat de gezondheid van het volk ga je niet op het spel zetten om namaakdingen bijvoorbeeld die we in beslag nemen, die we gaan distribueren, dat gaan we niet doen. Maar zodra het gaat om levensmiddelen, om basisgoederen dat we in beslag gaan nemen, dat wordt dan onder de tehuizen en de bejaardentehuizen en de instellingen verdeeld. Minister Kuldeep Singh geeft aan dat zij pas op het ministerie is, zich nog moet oriënteren en gesprekken moet voeren met belanghebbende organisaties. Ook moet ze nog met een deel van het personeel praten.